Jongens, het is maandag, nieuwe week en we staan weer bij de opgroei. Er gaan morgen een aantal vissen uit. En dat zijn geen vissen die naar de klant gaan of zo. In een opgroeiproject heb je ook altijd een aantal vissen mislukt. Zoals je daar ziet, dat zijn Kimatsuba's. Nou, luister, dat is alles behalve hoe het hoort te zijn. Daar heb ik er een vijftal van. Dan hebben we een tweetal oranje oogons, één met scheef bekje, die gaat eruit. Een Yamabuki, waar wat oranje spots op zitten. Nou, daar hebben we een hele grote bos. Ik zal je die nog even laten zien. Daar gaat er weer eentje van die Matsuba's. Die gaan eruit. Morgen, dan starten we morgen met de laatste kuur. Want het is mei inmiddels, dus de andere vissen gaan eruit. En we zijn met het nieuwe zijn we volop bezig, het gaat al lekker. Ja, die vissen doen het goed. Nou, we zijn al bezig met de voermachine die er wordt ingesteld, die hangen we op. Ja, we zitten al lekker op temperatuurtje, jongens. Dus dit gaat hartstikke mooi. Dus morgen, dan laten we je zien waar die vissen naartoe gaan. Je krijgt gewoon een goed kosthuis, maar ja, zo zie je dat niet alles groot is, hè. Wat de klok slaat. De vissen zijn wel gegroeid, dat zijn ook altijd nog zo. Maar goed, die zijn gewoon niet mooi genoeg. Ja, dat heb je. Dus die krijgen ander onderkomen. En dan, ja, met dit soort zo prachtige weer, wat wil je voor de rest nog? Nou, het is inmiddels s'avonds op later. We zijn nog steeds vissen aan het inpakken, jongens. Dit is een Showa, die komt uit de opgroei. Kijk, wat een hoge vis. Prachtig. Ja, en deze twee. Daarbij staat dit klaar voor morgen. Morgen vroeg komt de transporteur. De koeriersdienst komt deze vis ophalen. Die gaan binnen Nederland, die gaan naar de twee toch? Kotten. Dus die worden verstuurd. Dat is vanmorgen vroeg. We gaan nu deze vissen verder inpakken. Die gaan weg. En dan gaan er morgen gaan nog een heleboel grote vissen uit. Daaruit gaat er een hele vracht uit weg. Zijn er al heel veel van weg. Ja, het wordt een beetje mooi weer. Het is lekker druk. De dagen worden weer langer. Dus dat gaat helemaal top. Dan komt die Showa uit onze opgroei. Ik zou kijken of het lukt. Maar je ziet nu een fotootje van hoe ze was. Ze was tussen de opgroei in geen 25, ze is nu 40. Ja, mooie vis, grote bal, veel potentie. Maar ja, in verband met de ruimte gaat ze dus nu naar de eigenaar met die andere vissen erbij. Dus ja, kortom, weer een geslaagd project. Goedemorgen allemaal. Nou, de vis zitten in de doos. Het is misschien niet de grootste shagoi, maar wel punt en punt gaaf. Mooie hamsterwangetjes erop. Geen zoemiespotje, helemaal niks. Dus ja, erg mooi. Helemaal blij mee. Ja, dus nu zitten dubbele zakken in. Coolpack zit erop. Ik heb een kamibal erbij gedaan van haar het even van als we bij de klant zijn. Nou, dus we doen nu de doos dicht. Wachten op de transporteur. En dan kunnen we hier binnen nog het een en ander doen. Jongens, kijk eens achter mij. Transporteurtjes, mooi op tijd. Courier. Vis halen. Goedemorgen. Goedemorgen, jongeman. Zo. Kijk. Ja,
Nou, daar gaan ze. Zo, nou de eerste van het Ashikara project is ingepakt. Imogashogon. Hij ziet nou heel mooi dat gele kleur, zit heel iets wit doorheen. Schitterend. Monsterlijk. Nou, dit is afgevallen van een Matsuba's. Kimatsuba. Kijk eens hoe smoetsig. Oranje spotstraap, slecht zwart. Dus die gaan naar de bosvijver, kunnen daar mooi zwemmen, kunnen daar mooi opfleuren. Zo is het een mooi palet, maar... Dat wat ik altijd zeg, hè? Niet alles wordt groot hè, met groeien. Dat is deel 1. Waarom staat die al ingepakt? Die gaat naar de nieuwe vijver van de klant. Als je van de week heel vissen bent gegaan, dan wordt dit vandaag bijgezet. Nu gaan we hier verder op. Gisteren... Hey. Kijk, daar hangt hij alweer, voermachientje hangt alweer. Nou goed, van de week worden er nog een paar vissen opgehaald. Nog een Mugashiogon. En die anderen gaan er de week erop uit. Ja jongens, helemaal top. Maar we gaan gewoon wat doen. Zo, nou, kijk. Dat zijn onze Matsuba's. Kijk, die hebben toch een prachtig leven hier. Tussen alle andere vissen. Dat gaat helemaal mooi. Nou. Wij gaan nog even wat doen in het putje, onderhoud en dan kunnen we weer verder. We zijn na het onderhoud en het uitselecteren buiten, zijn we alweer binnen bezig met het klaarmaken voor een nieuw vis. Wie weggaan, moest kijken naar het plaatje. Dit is zo mooi. Kokana Ochiba. Wat een monster hè. Schitterende vis. Best groot, of groot, dit zijn voor één klant best veel vissen. Ik heb voor een showa staan uit de opgroei, ga ik je zo laten zien. Ik heb hier, hebben nu een red karashi, een schitterende Kokana Ochiba, Orange Ogon, Kimatsuba en Yamabuki. Alle vissen gechipt, nummers gecheckt, dubbel gecheckt. En dat is echt, jongens, waar heb ik hem? Chiplasertje. Echt belangrijk. Alle nummertjes. Alle nummertjes checken, corresponderen. Dus deze, hier doen we nou even zuurstof op. Dan ga ik je zo de show al laten zien. Plaatje. Dan moeten we nog de Snowasagi. De Duits-gele... Koyaku, Beniganga nog en nog Orange Ogon. En dan is het wel zo'n beetje. Dus ze gaan naar een 55 kubus vijver vandaag. In de auto staat nog die Mugashi Ogon, die gaat ook naar een 45 kubus vijver. Dus even morgen al het shipment gaat naar de vissen die zijn naar Kotan gegaan. Gewoon de hele dag in de vis. Zullen we deze vlag noemen van de All Japan naar de vijver of zo? Daar gaat ook onze All Japan winnaar naartoe, de Platina. Deze twee prachtige vissen gaan er ook in. De Beniganga en de Orange. En dan de Showa, die staat al voor. Daar lopen we even heen. Prachtige vis, de Showa. Ik ga even kijken of het lukt, maar ik denk het wel. Dat ik er een foto bij inzet nu in beeld van hoe ze was. Voordat ze de opgroei in ging. Dat sumi jongens, dat sumi is zo mooi geworden. Hè? Rustig. Kijk eens hoe mooi. Prachtige vis. Rustig. Doe gauw de doos weer dicht.
minder stress. Prachtige vis. Wat is er, jongen? Zo, nou, druk onderweg. De vissen zijn bezorgd. De vevers zijn de nieuwe vissen zijn bijgezet. We hebben enzymen bijgevoegd, zout bijgevoegd, kamuballen achtergelaten. Dan gaan we volgende week nog even terug om te kijken hoe het gaat. Er is natuurlijk een heel groot visbestand in één keer bijgezet. Dus bestaande vis, meevis, nog wat vis uit de quarantainebak wat erbij gaat. Dus dan gaan we volgende week nog even checken. Want we gaan er natuurlijk daar een groeiseizoen tegemoet. We gaan hem helpen met het groeien van de vissen, want dat is het allemaal om te doen. Ja, het is een mooie grote vijver, moet met mak kunnen. Dus vanaf volgende week starten we daar ook met een voerprogramma. En ik ben wel heel blij, want een van de mooie Kukana Otjibaas is daar naartoe gegaan. En die gaat zich daar echt wel super goed ontwikkelen. Dus ben benieuwd hoe die vissen gaat, hoe snel het gaat qua groei. Maar ook zeg maar, hoe het zich qua kleurpatroon zich verder door gaat komen. Ja, ik mag het blijven volgen. We staan langs de zeelijn. We helpen meer. Dus dat is alleen maar mooi om te kijken en om te zien. We doen nu nog wat huisbezoeken. Ja, zoals jullie waarschijnlijk een aantal van jullie weten, is mijn vrouw op vakantie. En als de vrouw weg is, dan zijn de dagen langer. Dus dan kunnen we een mooi wat langere dagen maken. Dus we hebben nu nog een tweetal huisbezoeken te gaan. En dan morgen vroeg weer. Dus we gaan eens even kijken. Ja? Dan doet hij binnen, anders doet hij binnen niet. Als er een inbraak is. Dan krijg je wel melding. Zo, goedemorgen. Nou jongens, jullie zagen me gisteravond laat nog bij je vijver. Die we onlangs gemaakt hebben. De klant maakte zich een beetje zorgen over de vissen. Wat we veel al zien op het moment. Je ziet natuurlijk wat huidwormpjes en wat kleine probleempjes. Maar je moet niet vergeten, we hebben een seizoen, een voorjaar wat dit doet. Temperatuur, bioloog, KH, pH, CO2 in water, wel voer, niet voer. Dus eigenlijk die hele stikstofkringloop is van slag. Nou kan ik het niet vaak genoeg zeggen. Wij testen hier weinig parameters. We hebben geen HANA-meters en al die andere gekheid. KH, pH, extreem belangrijk. Dat betekent een hoeveelheid CO2 in je water. Dat betekent biologische ontkalking. Ja, biogene ontkalking. Is je KH goed? Hoe is je stikstofkringloop? Hoe reageren de vissen erop? Geef je veel voer? Geef je weinig voer? Heb je al veel gevoerd? Zijn de temperatuurwisselingen geweest in je water? Dat zijn allemaal facetten die erg belangrijk zijn. Nou was de vijver gisteren het geval. Die is nieuw. Er is heel veel vis bijgezet. We hebben een filtersysteem, een trommel combi, niet mijn merk, is niet erg. Misschien een klein beetje te weinig bioloog, maar is ook inherent aan een lage watertemperatuur. Die vijver moet zich zetten, er komt steeds vis op. Dus ze zijn qua gewicht vrij veel kilo's vis bijgekomen. Dat moet toch ergens weggezet worden. Er werd nog niet echt veel gevoerd, vissen waren wel goed actief, een beetje geïrriteerd. Hij ziet wat kleurveranderingen, wat pigmentveranderingen op vis. Maar bij een aantal soorten, zoals bij Oshiba, is dat heel normaal. Dat heeft tijd nodig. Bij een bruine Jaguar heeft tijd nodig. Moet wel zeggen, hij heeft een Kimatsuba. Nou, je hebt mij gezien, een dag ervoor in de opgroei hebben we die er ook uitgedaan. Want die zijn gewoon niet mooi geworden. Dat heeft nog niet zo heel veel te maken met je bioloog. Wij hebben buiten, in mij is bij ons altijd, daar gaat de voerautomaat erop. Daar stuur ik heel erg op KH, CO2-waarde, pH-waarde, hoge belasting, lage belasting, heel erg belangrijk. Je ziet dat hier binnen nog, dus een aantal dagen wat minder voert, ja, ten opzichte van normaal. Ga ik je nu even laten zien hoe de vis daar aan op reageert. De vissen die zijn overgezet van de Champions League. We hebben diverse voerrondes. Dat wat je daar ziet is voer, ze aarzelen, ze zijn niet zo gretig op het moment. Hoe kan dit nou ten opzichte van, als je bijvoorbeeld dit kijkt, die zijn 10 minuten geleden ook gevoerd en die zijn nog volop aan het grazen. Die Jaguars zijn nog volop aan het grazen. Simpel, dat water dat staat onder druk. Daar is vis uitgegaan, vis bijgekomen. Die tunnel die heeft altijd een lage belasting gehad.
Daar is vorige week in één keer de rest van de Champions League vissen, die mensen nog konden uitzoeken, zijn erbij opgegaan. Alle verkochte vissen zijn eruit gegaan, dus er is een wisseling geweest in de bioloog. Daar hebben we meer en minder op gevoerd. We hebben waterverversing gedaan, dus die KH en CO2, die is uit balans. Ik heb gemeten, ik zit op een grenswaarde, moet er iets meer beluchten, trek je dat vrij snel weer bij. Dus die vis geeft dat over het algemeen zelf heel erg goed aan. Dus ja, dat is wat ik vaak zeg. Observatie is het allerbelangrijkste als je naar je, als je vissen houdt, zeg maar. Dus ja, ik hoop dat het een beetje duidelijk is. Dus we zijn net klaar terug van montage. Het is gekke werk. Nu is Ivo hier, kooipartner. We gaan kijken bij onze Shagoy. Dat is zijn materiaal. Want we gaan even kijken hoe daarmee is. Daar ga ik een filmpje van maken. En dan daarna hebben we nog een storing. Ja, dat was een storing van gisteren waar we nog naartoe moeten. We hebben natuurlijk herdenking, 8 uur, dus we moeten even kalm doen, dus even stil. En dan gaan we door. Ja, het weekend schrijft het, maar ook gewoon zo staat het nog. Ik ga straks de wind lang lopen. Eigenland is ook echt wel een land met heel veel vissen. Ja, de hobby is heel groot daar. Ja, hè? Ja, en vooral ook wel een andere manier van vijven wat ze daar doen. Ja. Heel veel producten van Het is vrijdagmorgen en we zijn weer vis aan het inpakken. Ashikara visje, Mungashi Ogon en moet je kijken. Monster. Dus gaat naar Almere, wordt opgehaald. Ja, is geen plaatje. Dus ja, volgens mij langzaamaan beginnen de Ashikara vissen ook weg te gaan. Het nieuwe Ashikara project is vissen zwemmen er alweer. Zijn er nog aandacht aan te koop en zijn er ook aandacht voor onszelf. Maar ja, volgens mij gaat het hartstikke goed. Dit is toch wel weer een super resultaat. Dus we gaan kijken hoe die eigenaar het vindt. Maar ik denk dat hij het wel mooi gaat vinden.